Stel je voor, je wordt wakker in het ziekenhuis, je kan je arm en been niet bewegen en je mond hangt scheef. Je hebt een beroerte gehad door een zuurstoftekort of een bloeding in je hersenen. Het ergste is dat je niet begrijpt wat de mensen om je heen zeggen. En als je dit probeert duidelijk te maken, komen de woorden niet. Je hebt afasie. Zal je kunnen herstellen van afasie na een beroerte? Hoe lang duurt dat dan? Het probleem is dat geen enkele arts meteen op deze vragen zal kunnen antwoorden. Daarom onderzoek ik hoe we in het ziekenhuis al kunnen bepalen hoe je later opnieuw zal communiceren. We weten al dat de omvang van de hersenschade en de precieze plaats heel erg belangrijk zijn. En hoe ernstiger de taalstoornis, hoe kleiner de kans dat je volledig herstelt. Maar hiermee hebben we jammer genoeg niet voldoende informatie om jou en je gezin een betrouwbaar venster op de toekomst te geven. In de plaats van te kijken naar wat er misgaat, concentreer ik me op wat er goed gaat. Naast het hersenletsel kunnen we kijken naar gebieden en verbindingen in de hersenen die nog intact zijn. Als bepaalde structuren in de hersenen gevoelig voor taal groter of beter georganiseerd zijn, heb je misschien een grotere kans op een goed herstel. Daarnaast kijken we ook naar je vaardigheden om te leren en te herleren. Zo zou het kunnen zijn dat iemand die de gave heeft om in een mum van tijd een nieuwe taal onder de knie te krijgen, ook een grotere kans heeft zijn of haar taal te herleren na een beroerte. We zijn nu terug in het ziekenhuis. Je wordt wakker en je beseft dat je niet meer kan praten. De radioloog maakt scans van je hersenen. De logopedist helpt je met testen op een tablet. Op basis van de resultaten bepaalt een computer welke therapie het beste bij jou past. Maar wat nog veel belangrijker is, jij en je gezin krijgen onmiddellijk informatie over de weg naar herstel die je samen met hen zal bewandelen.